Diep in een dicht bos. Een wonderbaarlijker bos was er op aarde niet te vinden. Want bij elk zuchtje wind tingelde en klingelde het, alsof er een heel orkest muziek zat te maken. Alsof er duizenden nachtegalen aan het kwinkeleren waren. Er was eens een jongen die zo arm was, dat hij niet meer bezat dan een van zijn vader geërfde handboog en een korf van berkenbast met daarin een half gerstebrood. Maar Pekka... Is hier iemand die deze veroordeelde tot man wil nemen? De rechter riep het eenmaal en riep het andermaal en riep het zelfs nog eens ten derde malen. En toen zijn stem voor de derde keer rondschalde, kwam er een piepklein oud besje de binnenplaats op dribbelen. Ja hoor, ikke, kraaide ze. Toen barstte de oudste dochter in tranen uit en zei, o vader, laten we dit meisje in ons gezin opnemen. Het is Sirelijntjes kind. Sirelijntje is in handen van trollen gevallen. Dat is nu wel zeker. De jongen vrolijk toe. Kom maar binnen. Jij bent het op wie ik gewacht heb. Ze pakte de jongen bij de hand en leidde hem naar het hutje. Onder het raam groeide een pikzwarte bloem.